De regering heeft op 6 maart 2024 besloten om geleidelijk dus objectsubsidie op energietarieven af te bouwen en subjectsubsidie in te voeren. Dit besluit, dat na overleg met verschillende belanghebbenden is genomen en is belangrijk voor de versterking van NV-EBS, voldoet aan de eisen van het IMF. Meer details zullen worden toegelicht tijdens een persconferentie op 8 maart 2024. De besturen van Stichting Student Housing Campus Village en de Anton de Kom Universiteit Suriname hebben op 6 maart elkaar ontmoet om mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. Beide partijen erkennen de waarde van het bevorderen van studentenhuisvesting en academische ontwikkeling. Concrete afspraken zijn gemaakt, waaronder het informeren van alle faculteiten over de ontwikkelingen en het aanbod. Beide voorzitters zijn optimistisch over toekomstige samenwerking en zullen blijven overleggen om elkaar te versterken in het bereiken van gemeenschappelijke doelen. President Chandrika Prasad Santokhi is op 6 maart 2024 geïnstalleerd als lid van de Boy Scouts van Suriname. Hij legde de padvinderswet af, beloofde zijn steun aan de organisatie en riep op tot het bereiken van meer jongeren om een betere samenleving te vormen. De installatie als Boy Scout gaat vooraf aan zijn installatie als Chief Scout later deze week.